Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 20 hier in Miami. Ronde nummer 4 alweer van het kampioenschap. Heb je die vorige video in China gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht door het i'tje, klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. Vorige wedstrijd verliep helaas niet zo lekker. Kwalificeerde ons daar niet al te top. Knokte ons nog terug tot een P12. Maar goed, geen punten op onze naam. Nog steeds 10 punten in het klassement door die eerste race. Daarna geen punten meer gepakt. Goed, kijken wat we kunnen gaan upgraden. In ieder geval iets van het chassis. Resource punten die wat meer kunnen gaan toenemen met die update. Komen een aantal updates op de auto, dat is goed om te zien. We kunnen even kijken wat we nog kunnen gaan spenderen met de resource en development punten. En hebben dus een onderdeel gekocht. Nog steeds laatste bij de vehicle comparison. Zijn dus niet al te snel. Ik verwacht hier ook een moeilijke wedstrijd in Miami. Laatste race is geen punten gepakt. P17 en P12 moesten we doen met de openingsrace in Bahrein. En dan spoelen we de tijd gewoon eventjes mooi door. Krijgen dus driver acclaim erbij. Heel veel updates is binnengekomen op de auto, zie ik. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. Nou, nieuwe onderdelen dus op de auto gezet. Dat is goed. Moet de auto dus wat beter zien te maken. Ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van Miami. Een lastig circuit voor ons. En kijken wat ook Mark Webber kan gaan doen. Kan Lewis Hamilton er een overwinning bij schrijven dit seizoen? Of wordt het weer Lando Norris of Oscar Piastri voor McLaren? Dat zien we zometeen allemaal wel. Eerst de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Aflevering nummer 20 gaat van start. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. En kijken wat we kunnen gaan doen op het circuit van Miami. Wordt een lastige wedstrijd voor ons. Gaan er al een beetje te wijd. Krijgen er gelukkig geen waarschuwing voor. Aanremmen, eerste bocht. Loopt gelukkig soepel. Dan is het op hier naar het bochtige gedeelte op dit circuit. Daar een momentje onderstuur. En deze ronde is eigenlijk al niet goed. Komen aan bij het einde van onze eerste run in Q1. Met de vraag waar wij zo meteen staan. Insturen en aanremmen loopt allemaal heel erg goed met groen in sector 1 en 2. En wij laten een 1-12-7 noteren. Een P9 op dit moment. Maar ga er maar vanuit dat het zometeen een P22 wordt. En wat zei ik je, dat is dus een P22 geworden. Laatste in de kwalificatie met nog ongeveer 40 seconden op de klok. Moeten dus alles of niets geven in deze kwalificatie. DRS dus geopend. Op naar de eerste bocht. Dat verloopt allemaal soepel. Inderdaad, al verliezen daar zelfs wat tijd. Maar maken het goed in sector 2 en 3. Vlag hangt uit in Q1 voor Miami. We zitten ongeveer een tiende onder onze eigen tijd. En dat is en blijft, denk ik, de laatste positie. P22, daar starten we dus op. Norris op P1, Russell 2, Oscar Piastri op P3 en wij dus op P22. Webber verslaat ons in de kwalificatie.
doet hij goed. En dus voor ons weer een inhaalrace. Maar goed, dat geeft niks. Op naar de wedstrijd. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Miami. Aflevering nummer 20 gaat beginnen voor de race. Daar gaan we dan. We are here in the coastal shores of Florida for the Miami Grand Prix, which has become the 11th Formula One track held in the United States. The grandstands are packed for what we hope is going to be another fantastic race. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. George Russell will begin today's event in pole position, and Oscar Piastri completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Perez, Leclerc, Albon, Verstappen, Sainz, Stroll, Ocon, Joe, Hülkenberg, Sargeant, Richard Vasseur, Tsunoda, Webber, Bottas, Magnussen, De Vries, The Professor, and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. En dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen vanaf de laatste positie volgens mij. In Miami. 20 rondes lang gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. P21 omdat Gasly een grid penalty heeft gepakt. De starten dus niet als laatste. Dat is goed om te zien. Nu is het op naar de formatieronde. Voor ons rijdt dus nog Nick de Vries. Die nog in deze save mee zit. Nou, heel veel instructies van Mark Priestley. Maar goed, die weten we eigenlijk allemaal wel. We komen aan bij het einde van de formatieronde. En dan gaan we kijken of we een goede start kunnen krijgen op dit circuit. Op dit smalle circuit. In Miami, Verenigde Staten, starten het op een P21, komen prima in onze gridslot terecht. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Miami en ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg, jazeker. Gasly al beter weg, kunnen daar nergens naartoe vanwege Nick de Vries, remmen hier vroeg. Kijken naar die binnenkant van een aantal jongens. Moeten daar oppassen voor Valtteri Bottas. Na P21 worden daar een beetje, hadden daar een beetje onderstuur. En weer terugverwezen tot de laatste positie. Neutrale start voor ons. En dus is het nu wachten totdat Nick de Vries of de anderen een foutje maken. Einde ronde nummer 1. Als we daar in de slipstream zitten van de Vries. En overtake aanzetten. Daar aan de binnenkant kijken van de landgenoot ook. Bottas is daar mooi gezien. En dat is P20. Jazeker. Nu door naar Kevin Magnussen. In de Haas. En we zitten in ronde nummer 2 van de race. Geduldig kijken wat de Deen daar doet. Zet de druk daar op bij Pierre Gasly. Wel een klein momentje overstuur op de exit. Op de curbzone eigenlijk. Dus we moeten het even kalm aan zien te doen. Bottas dus teruggewezen tot de laatste positie omdat Nick de Vries hem heeft gepasseerd. En wij hebben de overtake die wij aangooien geel in deze sector omdat daar iemand gaat uitvallen. Richard Verschoor. Valt stil op het rechte stuk. Uitvalbeurt voor de landgenoot. En dat is jammer voor hem. Herhaling van Richard Verschoor.
die hier zo net uitviel in de grote prijs van Miami op dit rechte stuk. Is dat een motorisch probleem? Weet ik zo niet. Ik zie geen rook uit de auto komen. Ik denk dan een... ja, misschien wel een component van de motor die het begeeft. Je weet het maar nooit. Ronde nummer 6 is het. Als ze bij Nico Hulkenberg zijn... sorry, bij Kevin Magnussen zijn aangekomen voor een aanval voor P18. Is hier langzaam op de exit en duwen hem als het ware vooruit. Overtake ingezet, DRS ingezet en hier aan de binnenkant geplaatst. Jazeker. En dat is P18. De volgende heet dan Pierre Gasly in zijn Alfa Tauri voor P17. Pitwindow is open en in ronde nummer 8 kijken we hier in de eerste bocht de binnenkant. En dat is P17. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. We vinken ze gewoon allemaal af in deze inhaalrace alweer dus. Webber rijdt op P15. Ronde nummer 8 is het. Als ze daar aan de binnenkant kijken bij Tsunoda en krijgen de auto maar net genoeg afgeremd voor Mark Webber. Dat is goed om te zien. En we zitten in ronde nummer 9. Nog 11 rondes te gaan in de race. Einde ronde nummer 9 en daar hebben wij Mark Webber. En die is daar gezien aan de binnenkant. Jazeker. Dat is P15. Zit hem wel een klein beetje door. Maar goed, dat geeft niks. We hebben geprobeerd nog terug aan te vallen, maar dat lukt niet. En een aantal jongens duiken naar binnen. En wij gaan langer door. Gaan proberen voor de overcut. P11 op dit moment. Als we Magnussen en Zhou hebben ingehaald, zitten we in de top 10. Dus dit gewoon nu volhouden. Magnussen hier op de exit, jazeker. En Zhou en diezelfde Magnussen duiken naar binnen voor de mediumband. Wij gaan een ronde langer door. Komen dus terug achter George Russell. Hij is al naar binnen gedoken en is naar de harde band gegaan. We hebben dus achter ons. Gat is ongeveer 2,5 seconden. 2,1. En in ronde nummer 11 duik ik naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Krijgt de auto goed afgeremd. Webber duikt mee naar binnen. En wij vallen denk ik ongeveer terug op een P18, P19 denk ik. Jammer van de pitstop. Jammer. Een wiel wat er niet goed opging. Linkerachter ging niet zo helemaal lekker. Daardoor hebben wij veel posities verloren. Terug verwezen tot een P19. We hebben dus naar binnen. En is naar de harde band gegaan. Nog 8 rondes te gaan in de race. Zit in ronde nummer 14 als we daar Guangyu Zhou hebben met Kevin Magnussen. Een heel groep jongens voor ons. Kunnen Zhou daar nog niet aanvallen. Probeer het hier op de exit. Zhou positioneert zijn auto uitstekend en hebben hier DRS en overtake. En wij verbeteren onze persoonlijke snelste raceronde. En daar zitten we aan de binnenkant bij de Chinese coureur. P18 is van ons op naar Kevin Magnussen. En nog 5 rondes te gaan in de race. We hebben hier gewoon veel meer grip dan de jongens voor ons. En hebben zometeen ook DRS. Hier dan al gezien op de exit. Magnussen geeft niet op. Wij hebben DRS. En slipstream.
En dan volgt daar een aanval aan de binnenkant. En duwen Magnussen gewoon opzij. En dat is P17, jazeker. Goed gedaan. Op naar Valtteri Bottas voor P16. En Bottas daar al bijna gezien. Maar we moeten die positie teruggeven aan de Fin. Anders hadden we een illegale inhaalactie. En dat was dus niet de bedoeling. Maar goed, geeft niks. Poging 2 hier op het rechterstuk. DRS ingeschakeld en later remmen dan de Fin aan de buitenkant. Jazeker, en dat is P16 in ronde nummer 16. Op naar Nico Hülkenberg voor P15. Ronde later en daar is Hülkenberg gezien, jazeker. En dan is het op naar Yuki Tsunoda. Strepen ze gewoon allemaal af van het lijstje. Benieuwd of wij ook nog in de top 10 kunnen gaan eindigen met nog 3 rondes te gaan in de race. En daar aan de binnenkant bij Tsunoda. Jazeker, op een plek die je niet verwacht. En dat is P14. Op naar Logan Sargeant. En hebben hier ERS en DRS slipstream. Kunnen wij een aanval plaatsen op de Amerikaan? Net niet. Maar hier proberen op de exit misschien iets te doen. Lukt ook niet. Dan hier bij bocht nummer 1 in ronde nummer 18. Lukt ook net niet. Betere exit hier dan hebben, jazeker. Aan de binnenkant. Dat lukt en dat is P13. Nog 2 rondes te gaan en het op naar Pierre Gasly. Einde ronde nummer 18, begin ronde nummer 19. Als het daar geel is in sector 1, omdat Lando Norris is gespind. En Gasly staat daar stil. En profiteren maximaal van die fout. Zijn na P11 goed gedaan. Weet niet of wij Ocon nog kunnen gaan inhalen. Wordt een beetje krap. Maar Norris dus gespind. Herhaling wat er is gebeurd met de Brit. Had Verstappen achter zich. Ja, en geeft te veel gas daar in die bocht. Gasly staat daar zometeen stil. Ocon is hem voorbij. Gasly daar dan dus niet. En daardoor profiteren wij van de fout van Norris. Pakken 2 posities in 1. Dat is goed om te zien in de ene laatste ronde van de race. Ronde nummer 19. Terwijl Sergeant ons heeft terug ingehaald. We hadden een foutje gemaakt. Heb ik er niet ingezet. Hier aan de binnenkant. Jazeker, het is daar krap. Maar goed, dat is mooi. Maar dat betekent dat Yuki Tsunoda dit keer naar ons ook kan toerijden. Hetzelfde geldt dus voor Logan Sargeant. We hebben hier nog maar weinig ERS meer over. Sargeant verdedigt scherp van Tsunoda. Wij gaan van lijn wisselen. En verdedigen hier die binnenkant. Sargeant kan er niet langs. Dat is goed om te zien. Dan gaan we zometeen dan weer de laatste ronde van de race in. En dan ben ik bang dat wij helaas net tekort komen voor Ocon. Nou, net. Het gat is al inmiddels 9 seconden. Dus we komen helaas niet in de buurt. Mogen wel prima tevreden zijn met deze race. Want George Russell wint de wedstrijd in Miami. Lewis Hamilton finisht op P2. Ik denk dat Perez op P3 is geëindigd. En wij komen knap thuis op een P11. Prima race, prima inhaalactie. En is het op naar de volgende wedstrijd. We'll see you in Parc Fermé. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight
amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. George Russell wint dus de grote prijs van Miami. Charles Leclerc op P2. Lewis Hamilton op het podium pakte zelfs race onder punt. Wij dus naar een P11, vertrokken dus vanaf een P21. En Russell krijgt van Anthony Davidson driver of the day. Nou, het publiek had mij dus gestemd, had ik gezien. En dus mogen zeer tevreden zijn met deze wedstrijd. Optimaal geprofiteerd van de 1-0 acties en de fout van Lando Norris. Zijn teruggezakt tot de 10e positie met 10 punten en wij nog steeds 6 in het constructeurskampioenschap. Dus dat is goed om te zien. Komen 34 seconden achter de nummer 10 op de finishlijn. Team McLean is gewoon goed. Ik weet niet hoe het zit met de rivaal met Sainz. Dat zullen we zometeen of in de volgende video wel zien. Helaas van één sponsor niet de inkomsten behaald. En ik heb wat schade opgelopen. En in totaal hebben wij $4,94 miljoen op de bank. Dat is goed om te zien. Daarvan kunnen wij het contract met Webber zometeen, als we op de helft van de race zitten in het seizoen, gaan openbreken. En misschien gaan verlengen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vond. Dat is nu op mijn gamekanaal. Abonneer daarvoor meer. Wekelijks F1-23 My Team Career Mode Content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.